Vandaag gaan we het hebben over haarvaten en lymfe. En wat ik hier getekend heb is een haarvat. En wat je ziet is dat bloed in. En dat bloed bestaat natuurlijk uit verschillende onderdelen. Rode bloedcellen in rood, die zwarte zijn witte bloedcellen. En we zien hier in het groen die kriebeltjes, dat moeten eiwitten voorstellen. En alles daartussen, dat is natuurlijk bloedplasma. Dat bloedplasma, dat is belangrijk in dit verhaal, samen met die eiwitten. Die rode bloedcellen en die witte bloedcellen, die spelen natuurlijk een hele belangrijke rol in ons leven, of het leven van een dier. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Stroomsnelheid van het bloed is van rechts naar links. En loop even met me mee, dan kijken we eerst naar de onderkant kant van de tekening om te zien wat er in een normale situatie gebeurt. Het bloed komt hier dat haarvat binnen. Aan het begin van het haarvatnetwerk is de bloeddruk nog redelijk hoog. En dat haarvat dat bestaat uit, dat is eencellig dik. En dat is niet helemaal, die cellagen zijn niet helemaal netjes passend, maar er zitten kleine ruimtes tussen. En wat je ziet is dat plasma verlaat dat haarvatnetwerk. Dat is heel gunstig dat het plasma dat haarvatnetwerk verlaat. Dan heet het overigens geen bloedplasma meer. Maar dan zit het in het weefsel en heet het weefselvloeistof. Dat neemt opgelost zuurstof mee, dat neemt mineralen mee, dat neemt glucose mee. Hier naar die cellen. Dus niet iedere cel ligt daadwerkelijk aan het haarvat. En dat kan meerdere cellagen diep hier dat weefsel in liggen. En op deze manier, door die stroom van plasma of weefselvloeistof, krijgen die cellen toch genoeg voedingsstoffen en ook zuurstof. Echter, door dat plasma wat hier het haarvat verlaat, zie je dat de concentratie eiwitten aan het eind veel groter is dan hier aan het begin. En dat is heel fijn, want die eiwitten die zijn eigenlijk in een, als we in een normale situatie kijken, zijn die eiwitten bijna niet osmotisch actief. Maar je ziet hier dat de concentratie neemt zo enorm toe door het gebrek aan bloedplasma, dat dat kleine beetje osmotische werking wat ze hebben, gaat op een keer meetellen. En het gaat zoveel meetellen, dat die concentratie is daar zo hoog, dat het weer zorgt dat weefselvloeistof aan wordt getrokken door osmose en hier dat haarvatnetwerk inkomt. Echter niet, hè, niet de hele hoeveelheid van dat plasma wat hier verloren is, kan niet terugkomen puur door osmose. Dus er blijft hier een deel achter als weefselvloeistof. Nou, dat weefselvloeistof wat hiermee terugkomt, dat heeft natuurlijk afvalstoffen met zich meegenomen, opgeloste CO2, ureummoleculen, die weer de bloedbaan inkomen. Dus die stroom van weefselvloeistof heeft echt, is hartstikke belangrijk. En is goed dat dus dat haarvat lek is. Nou, dat overtollige weefselvloeistof, dat komt hier langzaam maar zeker terecht in het lymfevat. En dat lymfe, dat verzamelt, dag collega's, dat lymfe dat verzamelt al dat weefselvloeistof, dat komt in die in dat lymfesysteem terecht. En uiteindelijk komen al dat lymfevloeistof, komt hier bij je borst, hier bij je rechtersleutelbeen, komt dat terug in de bovenste holle ader, als ik me niet vergis. Ja, dus dit komt uiteindelijk weer in het bloed. Dit is de normale situatie. Maar je hebt vast al een opa en oma. En als je die niet meer hebt, dan spijt het mij erg. Maar wie weet kan je ze nog herinneren. En opa of oma, in ieder geval mijn opa en oma, die gingen altijd, aan het eind van de dag wilden ze hun voetjes omhoog. Dan hadden ze dikke voeten. Hoe komt dat dan? Dat heeft hier ook mee te maken. Als je ouder bent, worden die openingen in die haarvaten die worden wat groter. En als die wat groter worden, zie je dat er wat eiwitmoleculen, de bloedbaan, die haarvaten kunnen verlaten. Ja, als die eiwitmoleculen die haarvaten kunnen verlaten, betekent dat dat aan het eind, dat die colloïd-osmotische druk, die osmotische werking van eiwitten, dat die hier helemaal zo hoog niet meer is. En als die niet zo hoog hier niet meer is, dan kan er dus veel minder vocht vanuit dat weefsel terug de bloedbaan inkomen. En hou je dus heel veel vloeistof over in het weefsel, wat in dat haarvatnetwerk, wat om dat haarvatnetwerk heen zit. En dat noem je oedeem. Ja, en oedeem herken je vaak aan ledematen, zoals bijvoorbeeld je voeten, wat het vocht van je hele lichaam helemaal langzaam maar zeker naartoe trekt. En dan kan je je vinger in duwen en dan blijft er een paar seconden lang blijft er een kuiltje ontstaan, wat maar langzaam wegtrekt.
Dat is wel een vorm van oedeem. En dat is ouderdomsoedeem. En dat krijgen we langzaam, dat krijgen we zeker allemaal aan het eind van ons leven. Je hebt ook hongeroedeem. En dat is iets waar ik wil dat je even over nadenkt. Hongeroedeem krijg je als je misschien kwantitatief wel genoeg voedsel krijgt. Dus je krijgt wel genoeg binnen, qua, misschien zelfs qua calorieën. Maar kwalitatief is het niet zo goed en krijg je te weinig eiwitten binnen. En ik wil graag dat je eens nadenkt over de volgende situatie waarin je dus hier bijna geen eiwit in hebt. Dat noemen we hongeroedeem en dat zorgt dus ook voor oedeem. Dan in je buikstreek, dus dat zijn die beelden van die hongerende jongens en meisjes, vaak in delen van Afrika, die zo'n heel mooi bol buikje hebben. Die hoeven geen honger te hebben, maar ze hebben wel hongeroedeem. En dat komt door het gebrek aan eiwitten. En wie weet kan je dat nu verklaren nadat je dit ouderdomsoedeem en dit verhaal over lymfeproductie in een haarvatnetwerk hebt geleerd. Goed, veel succes!